Ik weet niet of wij staan daar met remmers, maar dan moeten we daar maar even kijken. Ja, misschien wel. Ja. Hoi. Nou, trap de koppeling maar eens in, dan gaan we beginnen. Oh, nou. Dus koppeling trappen. Van starten. Moet de koppeling in gaan, maar? Ja. Straks vertellen we ook echt in de trap houden. Niet half, echt. Oh. Nou, even in zijn één, dus naar je toe en naar voren. Juist, handremmer af. KRM. Nou, en als jij nou voorzichtig de koppeling op laat komen, dat die bus voorbij... Je moet eigenlijk wel even kijken dat ik er weer in trap. Ik wacht even tot de busje weg is. Ja, ja, die zal ik. Nou, en dan gaan we. Geen gas geven, hè. Dan gaf je heel veel gas. Laat hem lekker wandelen, hè. Je loopt zelf. Kijk, en hier, als je helemaal rijdt, dan kun je even gas geven. Gewoon een beetje rechts, hè. Als je een auto uit de straat komt, dan moet je een voorrang geven hier, hè. En dan moet je eigenlijk altijd op berekend zijn, hè. Vooruit denken, hè. Dan komt er een auto aan, of er kan een auto bij komen, dus dan moet ik kunnen stoppen. Nee, maar dat is precies dat fout instellen. Dan rijd ik heel hard langs en als we wel een auto aankomt, dan gaan we rechts. De meeste ongelukken gebeuren ook waar de chauffeur het beste het lek kent. Hè? Ja, dat kan. Zo, nou dan kunnen we dadelijk meer rechts af. En dan wil ik even, mag ik even licht aangeven. Dan gaan we even gaan. Kijken wat onze bestelbus doet. Ik zal die ook nog even in de lamp, dan kunnen we rustig weer verder. Ja, ik had het ook niet. Nee, je maakt een beetje gas. Nee, doe niks. Ik heb een beetje gas rijden. Op het rechtstuk gaan we even naar het tweede staan. Het gas los, kom ik in. En recht achteruit. Voldoen, hè. Rustig. Maar je wordt super snel, hè. En je merkt dat het allemaal fout gaat. Dan weet je niks meer, hè, als je super snel gaat schakelen. Dan komt er een fout van. Nou, dan moeten we even rustig over ons drempeltje heen stuiten. Een beetje veel drempeltje. Oké, met de eerste weg linksaf. Nou, we moeten even rustig een beetje hier blijven, hè. Niemand op het fietspaadje. Dat gaat zo helemaal los. En dan mag je daar. Dat is niet helemaal veilig. Nee. Nou, dan ben ik wel eens een beetje met zijn bakje voor. Nou, dat moet je eigenlijk op een zachtje op de vooruit zetten. Ga er eens af. Ja, ik hou het even. Kijk, die mevrouw de Wolk, hè, die heeft dus niks rekening mee gehouden. Hè. Die zat al half in de binnenbocht. Ga maar rechts af. Nee, die zat dus al half in de binnenbocht. Kijk, het ook eens ons voorrang hier. Ja, dat is zinloos. Kijk, dat is zinloos, dat is ons dan voorrang hier. Want wij kunnen geen kant uit. Hè, dus dat was eigenlijk wat net verteld. Je moet dan zorgen dat je eigenlijk voorbereid bent. Ja, ik heb het wel. Nee, ik had een beetje gehad, maar we moeten hier daar naar zijn tweede versnelling even een plekje zoeken. Oh, is dat? Oh, in zee. Kijk, dat merk ik niet, dus. Maar dan komt daar vanzelf. Oh, dat is een beetje dat gevoel krijgen. Ja, dat is hier een groot rondje. Gaan we rechtsaf. Nou, hier even rustig. Kijk, kun je zien wat er op de hoek komt? Nou, we komen een keer rechtsaf. Oh, dat kan. Ja. Dan gaan we daar eerst links. Dan weet je dat vast. Dan wel weer het niet. Nee, ik ken deze buurt. Nee, daarop. Kijk, hier zit hij. Het zal wel 15 meter verder, wat is het? Nee, maar het gaat ook niet om dat je ding van buiten leert. Nee. Mag je even naar het tweede dan? Dus ga het los, kom ik in. En dan rustig naar schakelen. Je ziet eigenlijk al een pomp terecht, terwijl je kopje nog niet getrapt hebt. Dat kan het niet, hè. Eerst dat verhaaltje doen, dan pas gaan schakelen. Moet ik heel makkelijk gaan naar schakelen, hè. Met heel hard trekken, dan is er iets niet goed. Nee, maar het kan er niet vinden. Je zult merken als jij die verbinding verbroken hebt, dat het een beetje rustig gaat. Blijven. Op je plek blijven. Ik heb dat schijf helemaal gedaan, links rijden. En, dus, nou, laten wij maar rechts afgaan. Maak je rekening aan hier. Kijk, je hebt jou een beetje tegen, omdat jij niet goed stuurt en tegen die opwarming rijdt als je doorgaan was. Nou, gaan we weer even naar de twee. Dus gas los, koppeling in. Dus kijk, zou je aan die pomp moeten trekken? Ja, dat is niet. Nee, heb ik niks gedaan, maar moet de koppeling in trappen? Nou, nee, dat is het vier. Maar zie je, hoe snel je doet, hè? En hoe fout dat gaat, hè? Dat is het gewoon zo makkelijk. Dat moet je niet doen. Rustig. Ik heb het al die tijd bij je nu het afremmen geweest, hè? Dus eigenlijk ben je, als ik hier was, eigenlijk dikker erin geweest, hè? Kijk, als jij wat rustig schakelt, dan schakel je vlot en je bent eigenlijk sneller weer aan het rijden. En je hebt minder hindernis of hinder veroorzaakt. Ja, een beetje rechts hier. En dan kunnen we een beetje gas bijgeven en dan mooi in de derde blijven. Nou, voor de rekening of verder, dat is wel zonder optreding. Ja. Eerst ga je dat meteen in de rekening weg. Ja, ik heb gezegd, wat niet meer. Ik denk dat je op dat stuk ook wel hard was. Dat was ook wel moeilijk weg van je dacht van. Ja, maar je kunt aan de weg niet zien wat er in mijn rijdt. Want sommige wegen denk je van nou, hier kan ik wel 80 bij wijze van spreken. Ja, gewoon rechtdoor. Dan help ik jou even, want je doet iets in eerste opstelling. Kijk, maar het gas wel los. Zeg maar zo bij stuur dat je rechtdoor eigenlijk gaat naar de weg waar jij in wilt. Maar stel dat er nu fietsers links en rechts van je af langs gaan komen, dan kun je dat niet
dan kun je er niet, in ieder geval niet hinderen. Hè? Dat is het. Nou, niet maar weer zelf een beetje gas geven. Nou, en dan gaan we weer even naar z'n tweeën, dus gas los, kom ik in. Toen wel rust. Rustig loslaten. Ja, zeker. Ik heb er geen rust meer. Ja. Jouw koppeling moet je gewoon heel rustig opmaken, want je voelt nou eigenlijk die schokken. En die schokken zeggen dat die afvalslaan. Alleen omdat die auto een bepaalde snelheid heeft, drukt die door en dan kun jij blijven gaan rijden. Maar eigenlijk wil je afslaan. De snelheid komt er ook vanzelf bij, hè? Als jouw stuur goed gaat, zeg maar, dan wordt het echt wat bij. Kijk hoe ver we komen, kijk, die kinderen hebben geen voorraad, maar dat doe ik wel even bij. Dat hangt altijd wel. Ik kan het even vragen. Hallo? De rechts af. Dus dat is niet dat snel wel jongens? Ja, gewoon niet. Kijk, fout rijden kan niet, hè? Maar was het trouwens wel echt doorgaan? Is dat niet zo? Ja, maar dan kan het linksaf. Maar dan krijg je van ons te horen van we gaan schuin met rechts om het zo te zien. Dan geef je wel later. Kijk maar, kijk maar verschillende camera-uitstellingen. Dat is ook veel maar fout, hè? Kijk naar iets in de auto en dan ja. Zelf iets in elkaar rijden. Ja, je kunt niet anders dan op je meer naar rechts doen, hè? Nee, anders moeten we naar de rechts. Ja, krijg je ook hier opdracht. Gaan we naar de echte garage of naar een... Nee, dan gaan we een halve draai maken. Dat doe ik wel eens ooit. Want daar, ik heb ook een hele draai gemaakt, dus... Ja, nee, dat is een vlieg. Ja? Links. Mooi even rustig aan, dan kunnen we even kijken wat er aan de lijn komt. Dan moet ik dus rustig. Ik kan het wel even niet. Ja, we gaan mooi rechtdoor zo meteen. Hier ga ik jou even helpen. Kijk, want dit is een uitrintje, een rintje. Weet ik zeg links en rechts, dus rustig is in één. Kunnen we eens even kijken wat er aan gebeurt. Dat je rechts zal gaan. Vervolgens kan men ook onbehinderd doorrijden. Oké, nou, wil ik niks. En je weg. Ja, dan gaan we even rustig aan. We kunnen het mooi hier verhuren. Nou, dan wil ik rechtsaf. Ja, ja, hier doen we het eerst. En wat ik net over had, stel dat, dat ik rechtsaf wil en jij mist dit straatje, je pakt vol. Ja, maar beetje links. Beetje linksaf. Kijk, hier moet je eigenlijk, als je deur open gaat, moet jij er gewoon net langs kunnen. Okay. Stel dat je kinderen ertussen zitten. Dat zie je niet. Kijk, als je er haken langs komt en er komt een kind tussenuit, dan blijft dat kind hartstikke dood. Dat moet even doen. Blijf gewoon ruimte. Oké, daar links. Draai links. Oké. Kijk, die man was heel erg onduidelijk, hè? Ja, volgens. Kijk, want wij hadden... Zelfs op en ja. Nou, wij hadden in, dus wij moeten stoppen. Hij mag gewoon doorrijden. Kijk, als hij daar naartoe wil, dat is prima. Hij had zijn richting aan moeten geven, of hij had zijn richting aan gewoon naar rechts toe, van ik ga hier stoppen. Kijk, daar waren wij vlijf bij. Nee, dat ook nog niet als ik... Nee, dat... maar genade is dat, waar jij erop. Zo, dan moet ik een beetje gas rijden. En dan ga ik even naar zijn tweede bestelling. Dus gas los, stoppen. En dan ga ik eruit, dus kom er los bij. Mooi, hè? Ik leer het wel. Naar de rem. Ja, dat komt goed. We gaan rechtsaf. En dan ga ik eens even kijken of we kunnen stoppen. Dat is ook wel makkelijk, hè? Dan kunt het. Mooi wachtje. Ja, ja. Kijk, in het verre is een drempeltje. Hè? Dan wil ik een beetje tussen die laatste auto en het drempeltje, daar ergens wil ik stilstaan. Na die laatste auto, hè, en voor dat drempeltje, daar wil ik stilstaan. Hoef niet op de parkeerplaats, gewoon op de straat houden. Ja. Kijk, ik laat het gas helemaal los. Kijk, hij rijdt nu. Zo, nog een trapje even koppelingen. Koppelingen trap. En dan rustig. Je moet ook remmen, hè. Ik heb remmen niet, hè. Nee. En de koppeling hebben niet getrapt. En wacht, je moet rustig. Ik dacht koppeling wel getrapt. Ja, maar waarom rijdt jou dan nu nog als jij koppeling getrapt hebt? Nee. Nee, ik kom niet getrapt. Dit blijft hij gewoon volhouden, dat is dan toch denkbeeld. Dan kom je een beetje aan de kant, dan kop je nog eens in. Dan even remmen. Kijk, nou ga ik stilstaan. En dan? Vrij zetten, of remmen. Kijk, dan laat je heel voorzichtig de kopping los en heel voorzichtig de rem los. En we hebben dat ecosysteem erop zitten, dus nou is de motor afgeslagen. Ja. Kijk, maar links kun je zien, hij staat nu op autostop. Zie je? Hij staat niet onderin, nee. Niet op off. Als je nu de koppeling erin trapt, staat hij uit zichzelf weer op. En dan gaat hij weer lopen. Ja? Gaan wij weer rijden. Ik vond het wel raar, want ik had wel de koppeling erin. Nee. Niet helemaal, maar. Ja, precies. Moet je dan ook? Ja, half is niks. Als je hem zo intrapt, dan blijft je auto gewoon doorrijden. Je moet hem echt op de bodem. Verbinding moet breken. Dus. Oké, nou, we gaan koppeling intrappen van rijden. Maar hij staat wel in steen. Hij staat nergens in. Oh nee, nee. Want als je 2 staat, rijdt hij, hè? Ja, klopt. Op deze manier, met koppel los in 2 als je hem rijdt. Dus yes, trappen maar eens in. Dan mag je hem weer eens in 1 zetten. En dan... Dat is wel recht op. Nee, nou, hij staat standaard, staat hier. Tussen de 3 en 4. Okay. Dus dan moet je eerst die. Je moet een beetje zien als stap. Op snelling toe. De
Het is eigenlijk bij 1500 of 2000 toeren moet je eigenlijk doorschakelen. Hè? Dat linkse getalletje, zeg maar. Hè? Ja. En dan ga je van z'n 2 naar z'n 3. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Gas los, koppeling intrappen. Hij staat in z'n 2. Zet je hem vrij. Loslaten. En voortduwen. Dat is de herbestelling. Dus je hoeft alleen maar zeggen en dat was hem. Ja, maar dat loslaten, dat is heel belangrijk. Kijk, als je dat niet doet, als je hem vasthoudt zo. Hè? Kijk, dan doe je dit. Dan ram je hem naar rechts toe. En dan druk je hem daar naartoe en heb je hem z'n 5 staan. Ja, zo hard kan het niet. Nee, maar daarom. Ik wil alleen maar aangeven, het is heel simpel, maar je maakt er vaak iets moeilijks van. Doordat je meer tijd moet gaan sturen en meer moet helpen en van alles moet gaan doen. Ja? Kijk, als je, dan laat je koppeling los, geef je gas bij. Nou, als je weer rond die 2000 toeren zit, dan ga je weer naar de 4 versnelling. Dus dat is gewoon weer koppeling in, hè, gas los, koppeling in. Dat is de 4. En dan zo lang staat die 5. Nou, 5, dan moet je een beetje doorduwen. Dat kan niet per ongeluk gebeuren. Nou, omdat die automatisch al tussen 3 en 4 zit. Ja, hier zit een zwaar punt, zeg maar. Ja, daarom doet hij ook van 2 naar 3 zo makkelijk. Ja, ja, precies. Kijk, en als je het even niet meer weet met schakelen, dat je even de versnelling kwijt bent, zet het ding in de 12. Hè, dus zet hem zo. Laat hem los. Dan gaat hij, hoe je hem dan ook vast hebt, hij gaat hier weer naartoe. En van hieruit ga je weer verder wat je eigenlijk wilde gaan doen. Hè, want anders ga je op 7 van, ik ga iets zoeken en je vindt een gaatje en je ramt hem erin, om het zo te zeggen. Dan kunnen wel eens de gevolgen heel groot zijn, om het zo te zeggen. Kijk, het afremt of zoiets. Maar we gaan weer. Dus maak ik de koppeling intrappen. Kijk, in zijn 1. Dus naar je toe en naar voren. Yes, handremmer af. En dan gaan we weer. Een beetje gas erbij. Mag je gelijk door, dat is 2. Gaan we losklokken in. Kijk dan, derp. Dus hier gaat het eigenlijk heel vloeiend, hè? Dat, ja, maar dat is ook naarmate dat je het leert. Precies, moet even je handigheid krijgen. Ja, hoor. Het is wel mijn tweede rijles, dus ik vind het best goed. Nee, daar. Oh, ik heb niet verteld dat het slecht gaat, hè? Ja, toch man? Ja. Maar heel belangrijk dat je rust bewaart. Veel mensen associëren snel rijden met, dan moet ik heel druk zijn, hè? Maar dat is het niet, hè? Maar ik probeer het wel eens te doen. Je moet gewoon wachten, hè? Kijk, als jij gas terug gaat nemen, krijg jij dezelfde situatie. Als we straks een man en vrouw wat die wij voorrang willen geven en ze het niet willen hebben. Hè? Zoals ze zeggen. Nou, ik wil daar de eerste weg linksaf. Waar is dat? Hier zo. Hier zo? Ja. Kijk, dat is een heel klein straatje. En daar staat een heel mooi bord. Weet je waar het bord... Oké. En wat is de snelheid, hoor? 15. Ja, goed. Beetje gas bij. Ik heb hem in zijn 1 gezet. Kijk, want als jij hem in zijn tweede versnelling rijdt, rijdt hij standaard 18 km. Hij wil niet rustig rijden. Ik heb gas bij. Kijk, dan kunnen we beter in zijn 1 rijden, deze auto. Met wat gas bij, dan rijdt hij 15. Gewoon de weg naar links voor. Ja, dan rijdt hij niet net aan de vroeg. Nee, maar af en toe is het niet zo heel duidelijk van wat is nou de doorgaande weg. Ik heb zo'n idee dat we hier ook nog een dag in of andere platzuiger of zoveel karretje tegenkomen. Ja. Nou, dan. Of kan ik gewoon doorgeven, hè? Overpakken. Kijk, maar als kom je misschien tijd tekort, dan ga je gewoon overschakelen op een ander systeem. Hè? Nou, hier gaan we naar rechts de weg volgen. Kijk, zo in zijn 1. En als het een beetje krap aan wordt, zeg maar, dan laat je gas los, gaat je automatisch rustiger rijden. Hè? Nou, hou maar een beetje links, ja, gewoon hier op de weg blijven. Hè? Of niet over de keerplaats. Hij zou wel willen. Weet je? Nee. Komt wel. Ja. Straks wordt hij erop draaien. En dan ga je over een keerplaats in. Oh. Weer de weg te volgen, hè? Nou, dan wil ik linksaf zo meteen einde van de weg. Einde. Ja, hier zit een keerplaats. Even rustig op de dat is niet meer. Hij is klein. Mag mee. Ja, hier gaan we links. Even rustig aan. Blijf netjes op je eigen plekje hier rechts. Kijk, stel hier nou een auto aankomt, hè? En die wil hierin. Hoe moet hij dan? Wacht op mij. Kijk, zo ruikt je daar nog, hè? Zie je, dus hou hem zoveel mogelijk op je plek. Kijk, wat zelfs die fietsers kunnen er eigenlijk niet in, hè. Kleine links. Ik heb mooi terug daar. Nou, mag je gelijk door naar zijn tweede versnelling. Dus gas los, kom in. En rijd achteruit, juist. Ik leer het wel. Ja. En later dan. Gaan we rechts af. En dan ga je onze mooie molen zien van Jette. Ja, ik heb dus wel geen sport. Ze hebben hem mooi ingepakt, hè. Ik ga jou even in zijn zo. En als daar ook direct stuk zit, dan mag jij hem weer even naar zijn tweede versnelling zetten. Blijf ben. Nou, die vliegt zelf. Even naar zijn tweede. Gas los, koppeling in. Nou, rijdt achteruit. En rustig loslaten. Ik ga weer links. Stel dat je nou verkeerd geschakeld hebt, hè, en je laat zo met een klap de koppeling los, laat meteen de motor af. Nee, dan slaat meteen die motor af, dan sta je met je hele handen stil, hè.
kan wel nog goed blijven staan. Ja, hij loopt een beetje achterover. Ja. Gaan we rechtsaf. Ik heb een steek op de rechter gegeven. Hij is uit. Oh. Ja, dan heb je hem heel zachtjes aangeduwd en dan gaat hij op die drie. Dan gaat hij drie keer knippen. Ja, dat had ik ervoor kunnen. Ja. Ja, het is een leuk dingetje als je straks een auto hebt die dat ook heeft, dan kun je het bij de garage uit laten zetten. Dan kun je het softwarematig uitzetten. Gaan we links. Eerst om? Ja, eerst weer links. Probeer een beetje de buitenbocht te houden, hè? Nou, zo zelfs nog weer een beetje de buitenbocht moeten. En weer terugsturen. Nou, dat ging nog goed. Ja, kijk, je begint met de buitenbocht, hè? En van, oh, daar staat de aanhangertje. Dan moet je naar de binnenbocht. Maar in de tussentijd heb je wel gezien dat hier niks aan kwam. Maak je meteen de binnenbocht, ja, dan kan het dan wel eens een keer fout gaan, hè? Als er dan wat gebeurt, dan zit je fout. Gaan we links. Nou, even heel rustig aan. Hij is voorrang, hè? Links niet. Klaar, hè? En weer terugdraaien. Nou, dan gaan wij rechtsaf. Ja, we moeten zelf ook een beetje voor zijn. Nou, wij zitten natuurlijk in gedachten al heel ver weg. Hè, al, en op dat blijft rijden. Gewoon hier blijven. Niet de berm in willen, hè. Een beetje gas rijden. Dan blijf ik daar blijven. Gewoon daar blijven. Gas geven. Ik heb wat je wilt, maar de berm in, hè. En wie heeft hier de hindernis? Die auto had de hindernis, hè. Dus die moet gewoon wachten. Kijk, als jij naar hem gaat staren, dan ga jij de berm in sturen. En je rijdt je velgen in band en alles rijdt kapot. He, en omdat je hem maar ruimte wil geven, dat hij er door kan, maar hij kan er niet door. Nou, ja. Gewoon de weg volgen, ja. Dat blijft rust. En zijn wij dan de kant? Ja. Kijk, hier hadden wij de hindernis. In principe moesten wij wachten, alleen dat was voldoende ruimte dat we er samen komen. We gaan rechtsaf zo meteen. Nou, ik zou even helpen hier. Gewoon een beetje het gaatje dicht zo. Terugsturen, hè? Dan zit ik op de stoeprand. Kijk, dan moet je even opnieuw de richting aangeven, want die is uitgesprongen omdat je het stuur teruggedraaid hebt. Dat is helemaal niet erg. Kijk, daar hebben we niks. En draai weer terug. Yes. Nou, mag ik je kans geven? En even naar zijn tweede versnelling. Oké. Okay. Daar ging het voor blijven. Dat bedoel ik. Komt nog een keer goed met jou, hè? Ooit. Ooit, hè? Eens komt het goed. Ooit. Gaan wij naar rechts af op de top. Mag ik je richting aangeven? Doe het rustig aan. Al een beetje links onder. Kijk, hier is het altijd heel rustig nader, want je moet even kijken wat er eigenlijk allemaal aankomt. Dus je komt hier ooit best hard. Zo. Oké. Okay. Eerst de links afgraag. Deze? Ja, deze. Moet ik hier gewoon? Ja, moet ik hier oprijden. Die hebben we op insturen. Kijk, laat het gas hier los. Zou ik hier even helpen, daar blijven. Kijk, maar daar kom je terug en dan zit je probleem met die auto's hier. Nou, draai vast een beetje in. Draai maar. En mooi terug. Kijk, je mag dan doorrijden tot aan de high tanden, zover mag je gaan. Nou, mag je weer even naar zijn tweede versnelling. Hier zomaar ja, hè? Al een beetje links, hè? Tussen de lijntjes houden. Kun je heel mooi zien in jouw spiegel, links rechts. Kijk, dan moet eigenlijk aan alle twee kanten gelijk zijn, hè? Dan zit het heel goed. Zal ik weer op jou zetten, zo? Jij ik ben het wel gewend, dus. Ja, jij speelt de hoofdrol, hè? Dus, hij is vaak zat op jou, nee. Niet dat ik het ook nodig. Het is al regelmatig gebeurd dat er eentje met zo'n hele grote camera achter hem zat van Skyline of zoiets. Nou, is dat goed, de camera genoeg. Nee, maar. Ik vind deze al fijn genoeg. Misschien over een paar jaar als dat ik geld verdien aan YouTube, maar. Ja, zo'n hele. Groot, dat is maar een lastig ding. Ja, maar gewoon zo'n spiegelreflex van die begindingen. Ja, nee, echt een echte filmcamera, hè? Ja, die heb ik ook een paar keer. Is ze voor, Skyline gebruikt? Ja, ik heb die ook al een paar keer gebruikt, dus ik weet er wel wat dat is. Zo. Dus zelf ook voor mijn film. Ja. Groot werk, hè? Ja. Ik vind het raar dat ik geen mediafoon geef word. Alleen omdat dat te maken heeft met filmdingen en YouTube en Twitter, Facebook en hij moet die streberen. Nou, hier kunnen we een beetje gas tot aan de 30, hè? Een beetje gas rijden hier. Een mooi 30 rijden. Ik kom een tikje links, hè. Blijf eigenlijk zo regelmatig om je heen kijken wat er eigenlijk gebeurt, want daaraan kun je ook zien. Ja, nee, maar daarom kun je ook zien waar je voor aan het doen bent, hè? Of jij de berm in het sturen bent of... Ja, we gaan gewoon rechtdoor en dan gaan we einde van de weg gaan we dadelijk rechts af. Kijk, en daar is het einde 30. En dit zijn precies volgens de verkeersregeltjes, hè, want daar hebben ze een mooi drempeltje gemaakt, uitrit constructie. Mooi rechtuit blijven sturen. Kijk, ik ga hier maar even terug in zijn 1, want dit is een hele scherpe bocht. Hè. Nou, ik kan mooi doorrijden. Kijk, het is veel meer. Ja. Zo, maar weer een beetje gas alles kennen. Ja. Mag je dat is nog wat ik nog wel mee wil. Staat mooi door, dus. Hm? Ja, goed, dat is twee. Ik hoor dat niet. Kijk, want hier mogen we 50, dus een beetje daar blijven, dus gelijkjes blijven. Nou, als we hier deze bochtjes gehad hebben, dan gaan we ook even naar zijn derde versnelling. Dat is gewoon gas los, koppeling in. Nee. Ja, doe maar. En dan gewoon. Dus
loslaat. Kijk, schakelen is goed, hè. Kijk, wat die auto zelf kan, moet je hem zelf laten doen, hè. Moet je gaan zitten helpen. Dan moet ik weer een beetje luid te zijn in de auto, hè. Nou, wil ik dadelijk linksaf op de rotonde. Dus maar de richting aangeven naar links. De linkerbaan blijft rijden, daar komen wij thuis. Oh ja, dat is ook de rotonde. Yes. Mist de baan uitkomen, dan kunnen we mooi doorrijden. Daar is een mist. Nou, mooi dit baantje blijven volgen. Baantje blijven volgen, hè? Niet het baantje missen. Nieren? Ja. Kijk, zit weinig anders op, hè? Nou, en hier moeten we een beetje gas gaan geven. Kijk, gewoon gas geven. En dan mag hij even naar zijn drie. Rustig schakelen. Oké, okay, nou, een beetje gas bij. We mogen hier 80, hè? Dus, ja. En dan gaan we weer naar zijn 4. Ja. Recht achteruit. Nou? Probeer altijd een beetje een plekje. Ja. Mooi hier even. Hier kun je schakelen. Gas los, kom ik recht achteruit. Rustig los. Oké. Okay. Maar ik ging beter dan die 2 in de... Ja, bedoel ik. En hoe harder je rijdt, hoe makkelijker dat die auto rechtuit blijft rijden. Voel je, we zitten op rechts op de witte lijn te rijden. Nee, hoe harder je gaat rijden, hoe meer dat die auto rechtuit wil rijden zelf. Hè. Dus hoe minder dat je hoeft te gaan sturen, zeg maar. En hier? Gaan we dadelijk linksaf op de rotonde. Okay. Ja, moet je maar even wachten. We zijn meestal tijd richting aangeven, is een beetje waar de borden beginnen met de wegwijzer. Kijk, dus als je hier richting aangeeft naar links, moet je jou daar even helpen terugschakelen. Ja, vlot erop. Neem maar gas los. Dan ga ik hier even remmen. Wat jullie net hebben gezien was mijn tweede rijles. Ik vond het wel tof dat hij zei dat die camera gewoon mee mocht. Dus dat vond ik wel chill. Wat ik vandaag nog meer ga doen, weet ik niet. Dat komt allemaal in één vlog. En deze upload ik ook nog apart. Want dit is... Ja, dit heeft een uur geduurd. Ik heb niet alles op kunnen nemen, want ja... Dat werkt gewoon niet echt altijd. Ik hoop dat het leuk is geworden. Waarschijnlijk duurt hij ongeveer 10 minuten. Aangezien dat ik hem inkort van... hoe lang zal die in totaal bezig zijn geweest? 40 minuten of zo. Dan kort ik het af naar 10 minuten. Dus je ziet het allemaal wel wat sneller. Je hoort de geluid erbij. Ik zet een muziekje onder. Wil jij nou vaker dat ik laat... zien hoe dat ik rijles doe, dan moet je het gewoon even onder in de comments zetten. Misschien ga ik wel vragen of dat vaker mag, maar tot nu toe vond ik het al leuk, dus dat scheelt weer. En hij had ook zoiets meer. Ja, er waren nog vaker mensen geweest met camera's, dus dat maakt voor hem ook niet zoveel uit. Dus dit wordt 2 keer geüpload, 1 keer in de vlog van de dagvlog en 1 keer apart, gewoon als apartheid. Zeg maar, vergeet niet te abonneren en dan check ik jullie de volgende keer weer. Houdoe.